gelukkig? Wat maakt iemand succesvol? Is iemand die gelukkig is automatisch ook succesvol? Of is iemand die succesvol is automatisch ook gelukkig? Misschien heb je deze vraag nooit gesteld, maar ik als generatie Z wel. Wij zijn constant op zoek naar onszelf. Wie ben ik? Wat maakt me gelukkig? Mijn naam is Kitura Pandisa. Ik ben 20 jaar oud en ik ben de oprichter van Visionpreneur. En ik ben overtuigd dat weten waarvoor je geboren bent en daarin wandelen iemand gelukkig maakt, maar ook succesvol. Uit onderzoek blijkt dat 6572.000 tieners zich aan hebben gemeld bij de KVK. Dat is een toename van 70% ten opzichte van 2018. We groeien mensen en we blijven groeien. Er komen steeds meer bedrijven erbij die ook de doelgroep helpen en begeleiden. Maar lang niet zo veel en lang niet zo intensief. Dus Visionpreneur is een ondernemersplatform voor jonge vrouwelijke ondernemers. Wij helpen jonge dames hun droom en idee en visie werkelijkheid te maken. Dit doen we door veel voorkomende problemen en onderwerpen bespreekbaar te maken. En oplossingen daarvoor te bieden. Dit doen we door community, workshops te geven en ook verschillende producten die hulpvol zijn aan te bieden. De naam Visionpreneur stamt af van twee woorden. Vision, visie, ondernemerschap, entrepreneurship. Dit keer, als je, in dit geval is entrepreneurship het woord, niet alleen iemand die dan een bedrijf start, maar ook iemand die verantwoordelijkheid neemt over haar of zijn leven. Want ik geloof dat als je verantwoordelijkheid neemt over je eigen leven, dat dat effect heeft en een begin is voor een hoopvolle toekomst. Hoe ziet dat eruit, zou je denken? Erachter komen wat je leuk vindt. En jezelf vragen stellen zoals, waarom doe ik wat ik doe? Zijn de keuzes die ik nu maak, dragen ze bij aan waar ik wil komen? En wat doe ik nu dat effect heeft op de generatie die na mij komt? Visionpreneur gelooft dat jonge dames te ondersteunen en te motiveren hun helpt hun visie te behalen en die zij dus voor ogen hebben. Wij geloven dat jonge dames meer kunnen doen met de kennis die ze al hebben, maar ook moeten opbouwen. Ze hebben alleen maar hulp nodig om hun visie dus werkelijkheid te maken. Dus als jij een droom hebt, idee of visie, en je weet niet hoe je moet beginnen, ben je eigenlijk aan het juiste adres, want ik help je graag om je visie te verduidelijken en de eerste stap te maken om je visie te realiseren. Want als jij wint, winnen we allemaal. Bedankt voor het luisteren. Jij ook bedankt voor jouw presentatie. Heel goed. Ik zie al mensen applaudisseren. Hoe ben je erachter gekomen hoe je moet beginnen? Ik zit op een ondernemersopleiding. Dus ik word ook echt een beetje gepusht om een bedrijf op te starten. Dus dat heeft mij heel erg geholpen om te beginnen. Ja, je ziet het ook als je een nood ziet en je hebt ook het Die vuur in je hart om iets te doen. Ik denk dat dat eigenlijk een goede cue is dat je moet beginnen. En het beginnen is best eng en challenging. Want je hersenen houden ervan om in je comfortzone te blijven. Dus het vraagt ook om uit je comfortzone te stappen. Iets ongewoons te doen.